Oké, wacht. Ik doe even nog een klein stukje. Sanne, het konijn. Gaan we laten, kijk er eens even naar, dat beestje. In de Bijlmer, waar ik was, viel die niet helemaal open. Ging het vanavond goed? Kijk eens wat voor enorme kookkak eronder ligt. Er kwam echt een bam, alles in één keer goed uit. Ja, het ging helemaal goed. Wat heb je allemaal gebruikt om dit te kunnen schrijven? Nou, ik heb dit niet allemaal dingen gebruikt om te kunnen schrijven. Ik had al meer dan drugs. In deze voorstelling zit alleen drugs die ik heb gebruikt. Ik weet dat ze allemaal wel wat geëxperimenteerd hebben natuurlijk. Je moet wel een beetje researchen. Maar het is, ja, weet je, je voelt het uit. Het is gewoon een trip, ook de hele voorstelling. Dus je gaat het feest in en dus dan, ja, dan, je gaat zelf ook al een beetje mee. Ik kan helemaal met ze meegaan en ik heb niet alles gebruikt wat hier op het... Wat heb jij niet gebruikt? Oh, zoveel. Ja, het is een beetje een vraag, hè. Wat ga je doen als je heroïne-chunk moet spelen? Ga je dan heroïne doen? Of ga je als je moordenaar moet spelen moord plegen? Het viel ons op dat Sanne had drugs gebruikt voordat ze het had geschreven. Heeft de producer dat ook gedaan? Hij heeft ook wel eens wat gebruikt, ja. Ja, maar dat is wel lang geleden. Ik heb GHB heb ik één keertje geprobeerd tijdens de repetitie. Want ik speel GHB. En dat was heel leuk en heel grappig. Heel bizar om het in een repetitielokaal te doen. Ik heb één keer coke gesnoven, maar dat vond ik echt helemaal geen zak aan. En Anonymous is de nieuwe druk in de voorstelling. Die heb ik even uitgeprobeerd. DMT heb ik speciaal voor deze voorstelling uitgeprobeerd en GHB ook. DMT groeit in de bepaalde planten, verschillende planten. En de Indianen gebruiken dat al jaren om toch... Ja, en ik denk dan als het in de natuur, als het uit de natuur komt, dan is het er niet voor niks. Dan is het net zoals broccoli en peterselie. Het is wel een stof die in alles zit wat leeft, ook in je hersenen. En het is gemeten dat het, weet niet hoe, vrijkomt als je geboren wordt en als je sterft. Daarom noemen ze het de spirit molecule. Ik zag een schapenkleedje, een kleedje van schapenwol, wat tot leven kwam. En dat werden allemaal soort wateranemonen, helemaal glad, met kopjes die zo naar me keken. Heel lief. En alles was in regenboogkleuren en goud en met licht flitsen er tussendoor. En verder zag ik lijnen om gezichten van Jim was erbij. Om het gezicht van Jim zag ik allemaal lijnen in regenboogkleuren. Ook als je deze voorstelling ziet, met zoveel licht dingen. En als ik voor filmdingen regisseer, gaat het ook allemaal over beeld. Ik hou erg van beeld, dus daarom vind ik DMT zo ontzettend leuk.